Dit is de eerste aflevering van Parels van Schijndel, waarin we bijzondere zaken en gebouwen gaan belichten. Ik sta hier voor de Heilige Sint-Servatiuskerk in Schijndel. Op deze plaats heeft eigenlijk altijd een katholieke kerk gestaan. Misschien vroeger van tufsteen of van hout. Er waren wel bakstenen, maar sinds de val van Rome in 476 was dat eigenlijk een beetje vergeten met plunderingen en de volksverhuizingen. En pas in de 12e eeuw zijn ze weer gaan bouwen met bakstenen. Dit is Schijndels oudste kerk, oudste parochie. In 1331 is hier een pastoor gekomen. Een blijvende pastoor. Voorheen werd de kerk bediend uit Dinter. De tiende die maakte het mogelijk dat hier een pastoor kwam met meerdere kapelaans en een koster, die trouwens ook een eed af moest leggen. De tiende, dat was een soort belasting en dat was een tiende van van de oogst, een tiende van het vee en een tiende van het wild wat gegeven moest worden. En dat ging naar de bisdom Luik, want tot 1545 viel Schijndel onder het bisdom Luik. En vanaf daarna is het gegaan naar het bisdom Leuven. In Leuven was een priesteropleiding en daar heeft zelf Karel de Vijfde zich nog mee bemoeid. Want Schijndel was een relatief rijk dorp en dat kwam eigenlijk door de hopteelt. Deze kerk staat op een zandrug. Dit is de zandrug tussen de Dommelbekken en de Aa. En door het grondwaterpeil is heel gunstig hier en daardoor is hier hele vruchtbare grond. Toen hier de bewoning kwam, dat was ongeveer in de 8e eeuw, kwamen de Benedictijnen en die hebben bosrooiingen gedaan. En hier waren grote berkenbossen en eikenbossen. En daarom zijn er hier in de omgeving veel plaatsen die eindigen op loo en op rode en op bos. Ook Schijndel natuurlijk, want Skindle dat is eikenschors. En eikenschors werd gebruikt in de run. En run was weer voor het looien van dierenhuiden. Eigenlijk is dit het allermooiste plekje van Schijndel, want dit is het hoogste plekje. Dus de kerk heeft eigenlijk het mooiste plekje. Want als je hier de Pompstraat uitloopt, dat zul je niet geloven, maar dat is een verval van bijna 1,5 meter. En dit is een kerk met 7 traveeën. Ja, dan telt u er waarschijnlijk 8. Maar de voorste, dat is niet de kerk, dat is het travee van het voorportaal. Traveeën zijn de ruimtes tussen de steunberen. 4 van deze steunberen zijn nog uit de middeleeuwen. Plus een stuk van de muur is nog uit de middeleeuwen. En natuurlijk de toren. Het altaar is gericht op het oosten. Daar het licht van Christus vandaan komt. Als instituut en als religie natuurlijk. Doordat het een hoofdbeuk is en lagere zijbeuken, valt er licht in de kerk naar binnen. De vorige kerk die hier stond was een kruiskerk. Dus die had echt het vorm van een kruis. En nu is het een basiliekvorm. Maar het is natuurlijk geen basiliek, want een basiliek is een erekerk. En daar zijn er maar 25 van in Nederland. Het klokje wat daar bovenop staat, dat is het Angelusklokje. En dat is gerestaureerd door de familie Ausems. Maar dit klokje zou waarschijnlijk op een schuurkerk hebben gestaan. In de tijd dat de katholieken hun religie niet mochten beleiden. Waren er schuurkerken en schuilkerken. En dit zou op een schuurkerk hebben kunnen staan. Want in het klooster van de Zusters van Liefde is een schilderij uit 1856. En daar staat dit klokje op. Ik sta hier voor de toren van de Heilige Servatiuskerk. Deze toren is zeker uit de middeleeuwen. Een toren hoort eigenlijk niet bij de kerk, het was van de overheid. Hij werd en wordt gebruikt bij brand en nood. Bovenop de kerk staat de haan als voor de waakzaamheid. En de haan die waakt en die ziet als eerste 's morgens dat de dag gekomen is en dan kraait hij. En hij geeft natuurlijk tevens de windrichting aan.
als statussymbool was het een enorme grote toren voor zo'n redelijk klein dorp. Hij heeft geen steunberen, dus hij is aan alle vier de kanten hetzelfde. En wat ook bijzonder is, is dat torentje wat we hier aan de rechterkant zien. Dat torentje heeft waarschijnlijk model gestaan voor de knoptoren in Sint-Oederode. Die is uit 1444, die kerk met die knoptoren. En deze kerk, deze toren, stond hier waarschijnlijk al veel langer. In 1455 is de gevel vernieuwd. En u kunt ook wel zien, is asymmetrisch. Die klok zit helemaal bovenin. En op de muur kun je zien dat het asymmetrisch ingevoegd is. Deze kerktoren die heeft als het ware jaarringen. Want de stenen konden maar met 200 stuks per vracht gebracht worden. Er zit ook een waterhol in. En dat zorgt ervoor dat het water van het regenwater niet op de stenen valt. Een kerktoren staat altijd op het westen, want hij beschermt de kerk tegen wind en hagel en sneeuw. Hij moet eigenlijk de kerk beschermen. In deze toren zit een bijaard. En soms als je zaterdags over de markt loopt, dan komt er een echte bijaardier en die speelt hier op het klokkenspel. De kerk is zeker twee keer afgebrand. Eén keer in 1305. En de tweede keer in 1512, toen kwam Maarten van Rossum uit Gelderland en die kwam hier plunderen. En als zo'n dorp geplunderd werd, dan werd ook alles platgebrand. Dus ook de kerk is toen platgebrand. In het schepenzegel van 1299 staat al de heilige Servatius. Hij staat in het wapen van Schijndel, dat stond altijd op het gemeentehuis hier. We hebben een Servatiuskerk in Wijbos, maar er is ook met een knipoog natuurlijk een bierbrouwerij in het dorp hier met de naam Sint Servatius. Servatius leefde in de 4e eeuw na Christus. Hij was een soort diplomaat en van hem wordt gezegd dat hij een neef was van Jezus. Hij werkte in Tongeren in België, en wat nu België is natuurlijk. En hij is naar twee concilies geweest en twee keer heeft hij de reis naar Rome gemaakt om met de paus te spreken. In 384 is hij overleden en hij heeft in Maastricht, daar heeft hij een mooi bisdom later opgezet. En dat was goed georganiseerd. En zijn graf ligt daar. En de enige grafkerk van Nederland, die staat dus in Maastricht, de Sint Servatius Basiliek. De paus is Sint Servatius nooit vergeten, want in 1984 zou hij naar Nederland komen, omdat 1600 jaar geleden was dat Servatius is overleden. Maar toen heeft het een jaar uitgesteld omdat hij ziek was. Servatius wordt vaak afgebeeld met een bril, hij zou schiel zijn geweest. Hij wordt ook vaak afgebeeld met een draak. En die draak die staat voor het Arianisme. En het Arianisme was de leer die zegt dat alleen God de Vader er ooit, onder andere natuurlijk, dat alleen God de Vader er altijd geweest is. En daar heeft hij zich heel erg tegen verzet, want door Rome werd dat gezien als ketterij. En dan heeft hij altijd nog een sleutel bij zich. En die sleutel die heeft hij gekregen van Petrus. En die is ervoor om de kerk, de hemel te openen voor de Limburgers. En die sleutel die is gemaakt uit het slijpsel van de boeien van waar Petrus mee, toen Petrus gevangen werd, waar hij mee vastgezet werd. Bij de ingang voor de toren staat dit beeldje. Dit is een beeldje, het heet Het Gesprek van Pieter de Hond. En dit zou Johannes de 23e zijn in gesprek met tijdens een concilie. Al meteen hier in het portaal hangt de grafsteen van Jan van Amstel. Jan van Amstel werd geboren in 1611 in Gemert, maar hij is overleden in 1669 hier in Schijndel. Hij was zoiets als Maarten Tromp en Michiel de Ruiter. Het was echt een zeeheld. Boven op het gemeentehuis is nog een afbeelding van het schip van Jan van Amstel. En daar zie je dat daar staat een veger op, dat hij als herinnering dat hij de zeeën schoonveegde. Naast dit grafsteen staat het gedicht wat Joost van der Vondel voor hem maakte. Speciaal een lijkdicht voor Jan van Amstel. En dat hangt
hier in de kerk. In 1795 is er dan eindelijk de scheiding tussen kerk en staat en mogen katholieken na bijna 200 jaar hun religie weer uitoefenen. Deze kerk is al die tijd aan de protestanten geweest, maar er waren maar heel weinig protestanten hier. En de kerk is totaal vervallen en totaal verwaarloosd. En eigenlijk kunnen ze hem zo niet overdragen. Dus het duurt nog tot 1811 voor ze hem overdragen. En dat is dan nog met hulp van koning Lodewijk Napoleon. Die komt hier en die zorgt ervoor dat de protestanten een klein kerkje krijgen. Dat is voor in het dorp, het Napoleonskerkje. En de katholieken krijgen deze kerk terug. Maar die is zo ontzettend vervallen dat de Rijkswaterstaat ontwerpt een nieuwe kerk. En de kosten van de kerk zijn ongeveer 30.000 gulden. En het meeste van dat geld wordt door de katholieken hier opgebracht. Dit is het schip van de kerk. Het heet het schip omdat, als je hierboven ziet, dat is gewoon een omgekeerd schip. Dat is ook echt zo. Als je hierboven dat hout ziet, dat is gewoon echt een schip. En dit is Sucadoors gotiek. Hier is het hout gewoon gestuukt. Dus dat is eigenlijk een heel bijzonder plafond. Dit is dan de preekstoel. Nou, het is eigenlijk geen stoel natuurlijk, want je staat erin. Deze preekstoel die stond aanvankelijk rechts voor in de kerk. U weet, rechts is altijd de goede kant en links is de mindere kant. Dus die stond rechts bij de mannen voor in de kerk. Dit is een neogotische preekstoel. En de groep eronder met Johannes de Doper, dat is een neobarok. Dat is neobarok. Daarboven zit u, boven het preekstoel, voor het geluid, zit daar de duif. En de duif die staat voor de Heilige Geest. Aanvankelijk had het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest was een beeld van een man met drie koppen. Maar dat vonden ze te veel op de hellehond lijken met de zeven koppen. Dus dat mocht niet meer. En vanaf de 11e eeuw mocht de Heilige Geest alleen maar uitgebeeld worden als een duif. Op de preekstoel wordt het evangelie voorgelezen en Johannes, Marcus, Matthäus, die zijn afgebeeld met hun symbolen. En dat is voor Marcus de leeuw, voor Johannes de adelaar, voor Matthäus de engel en voor Lucas de os. In de kerk hangen de 14 statiën. Er zijn 14 statiën die beelden uit de kruisweg van Christus. Het zijn beelden die zijn gemaakt door een meesterschilder uit Antwerpen. En ze zijn onlangs gerestaureerd. Hier is eigenlijk het altaar, een soort nieuw altaar, want vanaf 1963 staat de priester met het gezicht naar de gelovigen. En voorheen stond de priester, was het echt een voorganger, stond hij met zijn gezicht naar het oosten te bidden. Aan de zijkant staat dit is de pelikaan die zichzelf in de borst prikt. Met het bloed daarvan voedde hij zijn jongen. En die staat symbool voor Christus, de opstanding van Christus. Dit is de communiebank. In vroege tijden gingen mensen naar voren en gingen ze op hun knieën hier op deze bank, voor deze bank zitten. Zodat de hostie in de mond werd gebracht door de priester. Op deze communiebank staan afbeeldingen gemonteerd, afbeeldingen gemaakt. En dat zijn de zeven deugden die gesymboliseerd zijn. En de zeven deugden, dat is maat houden, dat is moed, dat is voorzichtigheid, dat is wijsheid. Dat is, dat zijn de kardinale deugden. En dan heb je nog geloof, hoop en liefde. Dat zijn de zeven deugden. Heeft natuurlijk niet, de kerkvaders hebben dat niet bedacht. Dat heeft Plato bedacht in zijn
politieke staat, hè, dat de regels die nodig zouden zijn voor een goede staat. En de kerkvaders die hebben dat geïntegreerd in de kerkelijke leer. En dit is dan het hoogaltaar. En dit is een prachtig altaar, vol met symboliek. En hierboven zie je ook weer de heilige servatius helemaal bovenin. Het is de Emmausgangers, het laatste avondmaal. Er is van alles te zien. Er is ook hier weer de vier evangelisten met hun symbolen. De engelen, en die dragen de Arma Christi. En de Arma Christi, dat zijn alle lijdenswerktuigen die bij de dood van Christus gebruikt zijn. Dus de lans en de spons en de dobbelsteen waar zijn kleed verdobbeld is. Waar hij mee gegezeld is. Nou, kortom, al die dingen die dragen die engelen. Christus hangt hier met zijn hoofd naar rechts. Dat betekent dat hij overleden is. Ik zit altijd naar rechts, hè, want rechts is de goede kant. Naar rechts van de Vader, dus daar hangt mijn hoofd naar rechts. En Johannes staat eronder met Maria. Altijd boven het koor, tussen de scheiding tussen het koor en het schip, zeg maar, hè, en de kerk. Daar hangt altijd een kruis en daar hangt altijd Christus. En dat, vaak hangt hij dan met zijn hoofd naar rechts, dan is hij overleden. Maar hier hangt hij nog met zijn hoofd naar voren, dus dat is eigenlijk nog lijdende. Ja, dit is de doopvont. Dit is een geschenk van dankbare parochianen aan hun pastoor in 1914. Hierboven staan de vier eerste predikers die in ons land kwamen. En dat zijn natuurlijk Servatius. Nou ja, niet in Johannes de Doper kwam natuurlijk niet in ons land, maar wel een van de eerste predikers. En het is Bonifatius en Willibrordus. Hieronder staan de vier paradijsstromen. Dat is de Eufraat, de Tigris, de Geon en de Sifon. En dan staat er tussen die vakken zit dan de draak. En de draak die staat voor de vier elementen. Dus lucht, aarde, water en vuur. En dat heeft de draak natuurlijk allemaal in zich. Want die heeft schubben, die heeft een vissenstaart, die heeft vleugels, die heeft vuur uit zijn longen. En hij zit met zijn poten in de aarde. De doopvont staat nu hier, maar in heel vroege tijden stond de doopvont aan de noordkant, daar hoorde hij. En er was een ontzettende angst voor de duivel. En als er nu zo'n klein kindje gedoopt werd, dan werd de deur een heel klein stukje opengezet, zodat de duivel kon vluchten, de kant van het noorden uit natuurlijk, de slechte kant op. Ja, als de doopvont in gebruik is, dan kan de deksel met deze hendel eraf geschoven worden en wordt het kleine kindje hierin gedoopt. Hier staat het beeld van Paulus. En die komt uit de voormalige Pauluskerk hier ook in het dorp. Toen hij is ontwijd is het beeld hierheen gekomen. In 1970, toen is de kerk gerenoveerd. En toen hebben ze die beelden gewoon hadden ze in de container gegooid of in de vuilnisbak gegooid. Die waren helemaal beschilderd en wit. En toen bleek dat er gips overheen zat en dat beschilderd was. En eigenlijk waren het hele mooie houtgestoken beelden. Dus die zijn er onderuit gekomen. Hebben ze gauw er weer uitgehaald natuurlijk. En nu staan ze mooi hier. Dit is het beeld van de heilige Vincentius. Vincentius die heeft de Dochters van Liefde opgericht, een congregatie. En wij hebben hier in het dorp de Zusters van Liefde, een congregatie Zusters van Liefde. Maar dat is hetzelfde spirituele gedachtegoed. En dit is een geschenk van die Zusters van Liefde. Dit is de heilige Elisabeth, dat is Elisabeth van Thüringen. Zij lenigde de nood van de armen, waar haar man wilde dat niet hebben. En op een dag werd ze betrapt en toen opende ze haar schort en in plaats van broden die ze aan het rondbrengen was, lagen er alleen rozen in. Maar hij heeft haar toch weggestuurd en met haar kinderen. En zij is van het slot weggestuurd en ze heeft naar het slot van Warburg is ze naartoe gegaan.
En daar heeft ze iets geopend, gezorgd voor zieken en bejaarden. In heel Nederland worden ziekenhuizen Sint-Elisabeth Gasthuis genoemd. Dit beeld, of een beeld van de heilige Elisabeth, staat ook op het klooster, boven de ingang van het klooster van de Zusters van Liefde. Hier, dit is de heilige Norbertus, die leefde in de 12e eeuw. Hij staat op Tanghelm, dat is was een ketter. En de paus had dus gezegd dat het een ketter was, dus hij heeft hem ook overwonnen, Norbertus, van de Norbertijnen, zeg maar. De heilige Antonius. Antonius die sprak met het kindje Jezus en een broeder die betrapte hem dat hij... Die wist niet dat hij contacten had, zeg maar, met het kleine kindje Jezus. En die is toen heilig verklaard. Maar het is ook de heilige Antonius van... heilige Antonius, beste vriend. Beste vriend, zorg dat ik mijn ringen weer terugvind. Dit is het hele bijzondere smidsorgel van Schijndel. Het is gemaakt door de firma Smits in Reek. En de orgelkast is gemaakt door de firma Bluisen in Boksmeer. En er wordt wel van gezegd dat dat de mooiste, verbluffendste orgelkast is van een neogotische orgelkasten. De meest mooie. Verbeeld zijn daarop Cecilia met de harp. Cecilia, David met de harp. Cecilia zong altijd. Hè. Er zijn altijd zangverenigingen die Cecilia heten. Dan is er nog Ambrosius en Gregorius. Die staan daarop, zijn daarop verbeeld. Ja, dit was dan de eerste parel en dus maar een paar stappen lopen naar de tweede parel en dat is de glazen boerderij. Daar komen we de volgende keer mee terug.